dames en heren, wat fantastisch om u hier weer te zien. Ik heb u allemaal hand gegeven en volgens mij heeft u echt zin in een gezellige avond. Klopt dat? Ja, dat klopt. Nou, kijk, daaraan herken je ook de ware militair, toch? Enthousiasme op en top. En het is ook geweldig natuurlijk om niet alleen dat u hier bij ons in het Huis van de Stad bent, maar ook dat u weer bij elkaar bent en verhalen deelt. Tot enkele van de hele mooie momenten die ik ook straks als ik hier weg ben, toch ook wel diep in mijn geheugen gegrift heb. Mama, mama, baby, mama. You must fly alone, but you fly so high. Dames en heren, niet heel toevallig valt de 7e Almeloze Veteranendag samen met het 7e jaar waarin mevrouw Hermans burgemeester is van onze stad. Immers, zij was het al die al snel naar haar aantreden het initiatief hiertoe nam. Burgemeester. Come on, baby, and be my guest. Come on, Joe, the powder do this rest. Veteranen die worden uitgenodigd door de gemeente. En de gemeente die krijgt dus een budget van het ministerie van Defensie om deze dag te organiseren voor de plaatselijke veteranen. En dat zijn in Almelo zijn dat er 360. Vanavond zijn er 100 man. En dan moet je dan een beetje de dames erbij rekenen. Het zou er inderdaad mee kunnen zijn als wij wisten wie de veteranen zijn. Want dat weten we allemaal niet. Nou, de website www.veteranencaféalmelo.nl. Daar kunnen ze zich opgeven. Daar is een contactsite op. En men kan daar de gegevens invullen, wat ze gedaan hebben enzovoort. En dan krijgen ze tevens maandelijks een nieuwsbrief toegestuurd.